Wat een geweldige planeet is dit toch. En hij is niet alleen. Het wemelt in het heelal van de planeten. Er zijn er al duizenden ontdekt. Maar die aarde van ons, dat is wel een geval apart. Die hele aardkorst is continu in beweging. Is een bundeling van natuurkrachten. Ik hou er eigenlijk wel van. Hoe is het om oog in oog te staan met een structuur waar misschien ooit het leven op aarde is ontstaan? We are all part of the problem, but we are also the solution. No, you can see it standing up on your finger. Normally you would think about pure white ice, and this is all black. The lava can be up to 80 or 90 meters thick. And that's what you call small. Yes. Right? Als hier schelpen liggen van zo lang geleden, wat betekent dat? Dat dit een zeebodem is. Ja. Wow. Welcome to the Sunshine Mine. Yeah. Well, you're closer to the center of the earth. Stream Govert naar de kern van de aarde. Incredible. Op NPO Start.